Dus jullie denken, wat doet die gozer met die Duitse helm op en die vrouw die als Marco Pantani de berg denkt af te gaan? Ik ben morgen jarig natuurlijk, 11 september is het vandaag. Dus ik heb een verrassing gekregen. Dus we gaan fietsen, een elektrische fiets door Lissabon. Dus we zijn heel benieuwd. Elektrisch fietsen. Ja, elektrisch. Dat ben ik niet, trots op. Kijk, daar achter zit. Bye bye. Ik sta hier te wachten op Thijs' cadeau. Of in ieder geval niet Thijs' cadeau, maar wel zijn verrassing. Hij is morgen jarig. En strakjes hier achter mij komt Sjoertje hem verrassen. Dat is zo leuk. Ik heb hem gedropt in een restaurant. Hij is een vragenlijst aan het invullen. En hij denkt dat dat voor een verjaardagscadeau is. Dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk een afleidingsmanoeuvre van me geweest. Dus hij, hopelijk heeft hij niks door. Vlog jongens, het is een vlog. Ja, het is een vlog. Het is een vlog. Prachtige vlog, prachtige binnenkomst van Sjoerd. Een verrassing, dit is mijn verrassing. Ik ben al een uur jarig. Krijg ik dit. Dit krijg ik op mijn verjaardag. Ja, Thijs, je moet erbij doen, hè? Zo'n verjaardag. Ik denk dat deze vlog extra wordt bekeken omdat je naakt op beeld bent. Nou, ik gok zomaar dat het niet helemaal het geval gaat zijn. Maar goed, ik heb een half surfboard gehad. Ja, dat is toch super fijn? Dus ik kan in ieder geval voor de helft al surfen. Dat is hartstikke onhandig, een half surfen. Nee, maar... In 1, 2, 3, nu. Nu. Hop, hartstikke handig. Via jouw, Hey, dan vraag je af hoe die petjes zeg maar kapot gaan, hè? De wijze voce, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Thais, uma salva de palmas. Parabéns! Happy birthday! Prachtig, Sjoerd. Job. Prachtig wat we aan het doen zijn, hè? Lekker tasje. Mis je het allemaal een beetje? Het is de haven van Lissabon uit. Hier heb je 21 april bus. 21 april, 4 dagen eerder geworden. 25 april, hier. Ik ben naar Amerika geweest, hè, Thijs? San Francisco. Ongelooflijk, hè? Kijk eens, kijk die kuit. TNV. We zijn bij het festival Senora de Nazaré. Daar even om. Daar het festival en heb je daar allemaal boogjes. Kleurde boogjes. Ja, dat ziet is er allemaal heel wel tof uit. Dus daar gaan we even heen. Ja, weer thuis. Er was geen hol aan. Topfeest. Vrijdag weer. 10 minuten later. Doei! Spotify. Hey, is kaneel. Ja. Heb je dat geroken? Ja, dat zie je toch? Ah, mensen, een grootje smolder. Godverdomme, je hebt een stukje. Tegenstukje, ja toch? Met je godverdomme, zo je tyfus, weet je. Wat is het voor liedje? Kun je het niet meezingen? Ja, toch? Jawel, heel romantisch. Of changing. Ik heb juk. Juk in mijn snor. Druk hier hoor, druk. Mr. Short. Sjoertje. Sjoerd está en mi corazón. Sí? Por todos los amigos. Toda mi familia, todos. Oh, je weet ook echt. Je kent hem ook gewoon. Let you down. Yes. Foutje bedankt. Sorry, we had a problem. Not the problem. She is the happiness in Portugal. Oh. Happiness, ah. Yeah, feliz. It's happiness for you. Oh, really? Yeah, oh, that's good. Onderweg naar huis nummertje 3. Nu ongeveer een kilometer of 15-20 gaan we naar het zuiden. Zitten we onder Ericeira. Balaya, en dat zit in Carvoeira. Dat zit dichter bij Sintra. Geweldig uitzicht. Hartstikke leuk huis.